We hebben echt zoveel mensen die op die Gibson hebben gespeeld. Maakt niet uit of waar je op wil spelen. Of je op je main baby of een van de anderen. Zullen we even kijken? Guns N' Roses bijvoorbeeld. Dit. Ja. Slash, Guns N' Roses. Ja. Ik bedoel, dat is typisch voor hoe hij het doet. Nou, hij gebruikt heel vaak. Je hebt dus twee zogenaamde elementen erop. Hè. Dit is het helste element. Dat klinkt dus zeg maar een beetje zo. Maar als je hem hierheen zet, waar Slash dus vaak op speelt, dan krijg je dit. Een veel warmer geluid. Dus heeft hij hier. Dat doet hij dus op die manier. Mooi, hè? Maar, als je dus aan het volumeknopje gaat heel zacht, dan kan je bijvoorbeeld ook een bluesje spelen. Bijvoorbeeld. Ja, kijk, nou, ja, zie je wel, je bent toch een grotere gitaarliefhebber dan jezelf denkt. Nou, maar ik vind het heerlijk gitaar. Alleen ik kan het. Ja, van chic, hè? Ja, ik hou van chic, ja. Ik hou van chic. Zoiets was zitten. Ja. Ting-t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 ing. Dat ja, mag. Zullen we even kijken, wat we noemen? Zullen we. Ik heb nog. Oh ja, laten we. Satisfaction. Ken je Satisfaction? Ja, dat is. Ook op een Les Paul gespeeld, maar het leuke daarvan is, je hebt dus die riff, hè, dat kent iedereen. Hè? Ja. Het grappige daarvan is, dat beetje smerige geluid dat ik hieruit haal, dat was veel smeriger toen Keith Richards dat opnam, dan de firma Gibson had een zogenaamde fuzzbox ontwikkeld. En die maakte dus een vreselijk schurftig geluid van een normaal clean gitaargeluid, zoals dit. Huh? Dat klinkt heel braaf, hè? Ja. Maar die fuzzbox, het is dus een pedaaltje. Dat zet je dan tussen de gitaar en de versterker. En dat klinkt nog veel smeriger dan dit. En die fuzzbox was dus een Gibson ontwikkeld. En Keith Richards was de eerste die dat ook op een opname gebruikte. Hij wou eigenlijk op die riff, dit wou hij eigenlijk laten spelen door saxofoons. Dit? Je zou het je kunnen voorstellen als saxofoon. Maar toen deed hij dat voor aan de producer van die plaat. En die zei, ja, wacht even, ik vind het veel leuker klinken als je dat op die goorklinkende gitaar speelt. Dus, okay. Wat speel jij eigenlijk, Tim? Wat speel jij? Nou, ik heb vroeger, voordat ik televisie maakte, ook altijd in bandjes. Dus ik heb gewoon door Nederland ook getoerd. Was leuk, leuke tijd. Maar ik kom hier uit de Nirvana-hoek. Ook daar zitten wij echt. Dus veel. Zou jij... Nee, man. Het antwoord kwam al heel snel. Ja, ik mag het niet aanraken.